Holland Sint-Hazes vanuit het Silodome. Je kunt zo meteen hier live een concert meemaken. 55 mensen die dat mogelijk maken. Alleen al voor de televisieuitzending. Maar er is nog veel meer te zien. Zometeen zitten hier meer dan 15.000 mensen die gaan genieten van heel veel artiesten. Holland Sint-Hazes. En we gaan de artiesten even opzoeken in de kleedkamer. Ja, dit moet spannend zijn, hè? Wat hier gebeurt vandaag. Ja, weet je, wat is dan voornamelijk ook voor ons met de gedachte van, het is toch weer voor die oude, weet je wel. En we zijn nu bijna 9 jaar verder. En dat voornamelijk ook, waar ik echt van kan genieten, is dat de collega-artiesten zo liefdevol met de muziek omgaan. Sommige mensen rouwen op een manier dat je iemand wilt gaan vergeten. Maar wij zijn nog zo elke dag met papa bezig. Dat ik denk dat dat onze manier van rouwen is. Ja, dat klinkt heel gek, maar mensen zeggen een dag niet gelachen is een dag niet geleden. Nou, bij ons is het een dag niet met papa bezig zijn is een dag niet geleden. En dat meen ik ook echt uit het hart. Weet je, dat die man heeft zo'n invloed op ons leven gehad en nog steeds. Ja, daar ben ik heel graag mee bezig. Peter Beens is al lekker bezig, zoals je hoort. Maar we hebben nog veel meer artiesten voor jullie. Ik noem het André van Duin, Roxanne Hazes, Dre Hazes Jr., Ben Sobers, Burger Lewis, Lennis Gray, Jason Bouwman, Jeroen van der Band, Leona Filippo, Martijn Visser en Chantal Jansen, Treintje Oosterhuis, Willeke Alberti en ik zei de gek. Ik vind het zo fantastisch om hier en nu bij te zijn. Bij zijn begrafenis, dat komt niet aan. Het was zo ontzettend verdrietig. Toen ben ik gewoon alleen thuis lekker zitten janken. Maar zijn muziek blijft altijd bestaan. Dit gaat nooit meer weg. Dit is muziek die eeuwig, voor eeuwig is. En als je merkt nu al, als je daar staat en je zingt die liedjes, iedereen die groeit. En, ja, het is heerlijk. Het is tijdloos eigenlijk. Het is tijdloos, echt. Nou, zoals je ziet zitten allemaal fans ook in de zaal. Ja, die drie. Ja. Zijn ziel en zijn eerlijkheid en zijn bloed, zweet en tranen zitten allemaal in die songs. En iedere oude man, het gaat zo los. Ik heb zo zin in, ja, maar echt. Ja, nee, het gaat echt, ik weet het nu al. Je bent een beetje aan het voorbereiden. Je ken je het. Ja, tuurlijk ken ik het. Ja. Welke nummers ga je doen vanavond? Ik ben een gokker. Oh, die is gaaf. Ja, samen met Peter Bezen, geen slingers aan de wand. Is dat een van die nummers dan wel meteen favoriet bij jou? Of welk liedje van Haas is eigenlijk je favoriete nummer? Ik heb nu gehoord, ben je zuinig op mijn meisje. Ja? Ja, ik heb zelf een dochtertje toch, dus ja. Komt een dag dat je ooit misschien zou moeten zingen. Op een bruiloft of zo. Bij mijn ouders thuis, dan werd er gewoon Hazes gedraaid tot iedereen weer weg was. Het staat. En liedjes zijn allemaal goede kennissen van je eigenlijk. Hè? Je hoort ze, je kent ze en je gaat het meezingen. En die liedjes hebben geen geheimen meer. En dat geldt voor iedereen. En op elk feestje komt wel een Hazes, nou meerdere Hazesliedjes voorbij. En als er maar iets te vieren is, komt er altijd, zoals vroeger zo in de voorbij kwam, komt er nu altijd nog steeds een Hazes voorbij. Maar het is gewoon een goede vriend. Maar niet alleen hij zelf, maar ook zijn repertoire. Ik noem de liedjes wel eens emotionele breekijzertjes. Ja, echt, daar waar je gewoon in de running bent van de oude dag en zo. Je luistert zo'n liedje naar mij. Ja. Krijg je zo'n. Je ziet de man zijn pijn, maar je ziet ook zijn gevecht. En je ziet ook dat het hem lukt. En je ziet ook dat het hem soms niet lukt. Ja, dat willen mensen natuurlijk meemaken. Je ziet gewoon een ster in alle facetten. Door merg en been, hè, gaan die liederen. De liedjes zijn ongelooflijk. Oh, ja, die teksten, heel veel mensen die zeggen wel eens van die teksten zijn zo simpel, maar dat is helemaal niet waar. Simpel, maar doeltreffend. Ja. We zijn zo heel goed. Maar die hakken waren nog hoger dan deze. Erg, hè? Ja. Zoveel liedjes en ik ben hem ook steeds weer aan het ontdekken. Elke keer denk ik van, nou, ik weet het toch wel allemaal. En dan hoor je weer een nummer en denk ik van, oh, wauw. Op de een of andere manier ben je papa's teksten ook meer gaan begrijpen. Papa's muziek en papa's levensstijl. Vroeger, ja, had ik daar niet zo heel erg veel verstand van. En nu, ja,
Maar dan krijgen sommige liedjes misschien ook een andere laag. Absoluut, andere zeker, voor. Zeker. Maar het komt omdat je volwassen wordt, weet je. Je bent nou een volwassen vrouw. En dan ga je over dat soort dingen nadenken. Dan gaan teksten in één keer kloppen. Wat is jouw favoriete nummer van je vader? Ja, Wees Zuinig Met Meisje natuurlijk. Het is voor mij geschreven, dus dat heeft een extra mooie betekenis. Die ga je doen. Die ga ik vanavond met hart en ziel doen. Ja. Heeft de laatste puntje die? Ja, dat is al een paar minuten nog. Wat doe je, ja? Is het ook niet wel heftig? De hazen is natuurlijk een mega fenomeen. En dan moet je ineens een line-up maken. Ja, maar als jij een line-up maakt voor je eigen optredens en je houdt voor jezelf in je hoofd dat een hazen zou moeten zingen en je houdt hem gewoon traditioneel hazen zoals Haas eigenlijk altijd gedaan heeft, dan denk ik gewoon dat hij daar anno 2013, had hij vanavond op het podium op kunnen lopen. Zo had ik gedacht. Ja. Hij had er vanavond op gekund. En dan had het denk ik zo'n avond geworden. Misschien met een nieuwe hits inmiddels van de afgelopen 10 jaar, die wij nog niet kennen, die alleen in de Engels geschreven. Maar dan zou het zo zijn, denk ik. Ik heb het nodig en ik wens jullie ontzettend veel plezier met Hollands in Hazes live in de Ziggo Dome.
We proosten op Hazes!